Hij maakt een salto. Oh, daar gaat je telefoon. Yo guys, Job hier, aka DutchTuber. Super nice dat jullie kijken naar deze nieuwe video hier op mijn YouTube kanaal. Vandaag gaan wij kijken naar iets wat denk ik iedereen zijn nachtmerrie is. Maar gewoon letterlijk iedereen zijn nachtmerrie met een telefoon. Namelijk dat je of je telefoon in het water laat vallen. Of dat je je telefoon gewoon ergens naar beneden laat vallen en er gewoon een deuk in zit. Of dat je je telefoon kwijtraakt. Als mij een van die drie dingen overkomt, dan word ik gewoon helemaal gek. En ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek als ik dat zeg. Nevertheless, like deze video als jij niet wilt dat je jouw telefoon laat vallen en dat er een deuk in komt. En abonneer op mijn YouTube kanaal voor extra geluk in je leven. Er is natuurlijk recent een nieuwe iPhone uitgekomen. Ik geloof 2 nieuwe soorten iPhones. En ik geloof ook dat we in deze video gaan zien hoe een van die iPhones gewoon kapot gaat omdat iemand die super dom laat vallen. Dus waarschijnlijk gaat dit echt een moment worden dat we gewoon hoofdpijn gaan krijgen van de domheid van andere mensen. Let's go. Oké jongens, video 1 is een guy die aan het parcouren is over een paar rotsen die in het water liggen. En schijnbaar gaat dat niet helemaal goed. Oké jongens, hij is gekke sprongen aan het maken van rots naar rots. Zijn telly viel in het water. Oh my god, dat is zo messed up. Hij heeft hem eruit gepakt gelukkig. Ik hoop dat hij het nog doet. Oh my god. Ik hoop legit voor hem dat zijn iPhone het nog doet. In de volgende video zien we een guy die probeert te filmen hoe hij aan het basketballen is. Maar dat gaat geloof ik niet helemaal goed. Hij filmt dus hoe hij, ik denk, met die basketbal gaat proberen te dunken. Dus hij gaat met de basketbal er naartoe. En zijn telefoon is keihard gevallen. Oh my god, ik hoop niet dat hij kapot is. Oké, dus schijnbaar is er op deze school een guy die zijn telefoon in een put laat vallen. Hoe de hel krijg je dat voor elkaar? Oké, even kijken. Ligt er echt een telefoon in? Er ligt gewoon een telefoon in die put. Die guy heeft zijn telefoon in de put laten vallen. Oh my god, dat is zo messed up. Like, dat is messed up op gewoon een nieuw niveau. Schijnbaar is er een guy die nu zijn telefoon boven de put gaat balanceren. Maar is er weer een andere guy die dat een beetje verpest? Oké, jongens, let's go. Gekke muziek op de achtergrond. Ik zou die guy legit gewoon willen vermoorden. Even serieus. Als mijn telefoon in die put zou liggen, ik zou gewoon gek worden. Wat de hel zijn deze guys aan... Waarom zou je dat doen? Waarom zou je dat überhaupt doen? Je weet dat er een telefoon gaat vallen op een... Oh my god. Ik hoorde gewoon het glas kapot gaan. Heel het glas is er gewoon uitgevallen. Oh, maar ik zou zo balen als dit mijn telefoon was. Serieus, man. Dus deze chick die gaat met haar tanden in haar iPad bijten. En schijnbaar kraakt haar iPad daardoor. Waarom zou je überhaupt met je tanden... Weet je, we gaan het gewoon even checken. Ze zijn dus aan het gamen met z'n tweeën. En zij wordt gek en ze... Zit er echt een deuk in? Oh my god, er zit gewoon een deuk in die iPhone omdat ze erin beet. Waarom zou je dat doen? Waarom zou je in je iPad bijten? Like legit, man. Schijnbaar laat deze guy zijn iPad vallen en laat hij dat aan zijn vader zien en moet hij super hard huilen. Oké, hij heeft dus een iPad in zijn handen. Hij filmt zijn voeten. Zijn iPad is gevallen. Sorry dat ik het zeg, maar dit is ook gewoon echt zo'n naar kind. Gewoon zo eentje die je gewoon wilt klappen, omdat het gewoon zo dom is gewoon. Even serieus. Waarom film je ook op zo'n manier je voeten met je freaking iPad, man? Like, deze mensen die zitten dus schijnbaar in een waterattractie te filmen met hun telefoon. En het is een nieuwe iPhone 6 lezing, dus ik hoop dat het goed gaat. How are you doing, Mason? Mason, look how wet you are. Ik hoop echt dat het goed gaat. Die telefoon ligt in het water. Ja, hij kan hem er beter maar zo snel mogelijk uitpakken. Misschien dat hij dan nog het blijft doen. Dat is echt vreselijk gewoon. Schijnbaar gaan deze twee guys vechten om de nieuwe iPhone 7. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Waarom gebeurt dit? Waarom? Oh my god. Waarom? Oh my god. Hij is kapot gevallen. Oh my god. Ik weet niet eens waarom ze gingen vechten, maar die iPhone is gewoon literally in één keer kapot gevallen. Schijnbaar gaan deze twee guys een super dom trucje doen bij het zwembad wat helemaal fout gaat. Oké, wat gaan ze doen, jongens? Hij maakt een salto. Oh, daar gaat je telefoon. Holy shit. Ja, maar even serieus. Dit is gewoon van beide partijen eigen schuld. Waarom zou je dat ook doen? Zo van, in welke dimensie dacht je nou serieus dat dat goed zou gaan? Laat in de comments weten welke manier jullie nou eigenlijk het allerdomst vonden. Ik vond sowieso de laatste die we net zagen met die guy die een salto maakte en zijn telefoon in. Waarom zou je dat doen? Je bent in een zwembad. Je kunt ervan uitgaan dat hij in het water terechtkomt. Nevertheless, vonden jullie dit een leuke video? Like hem dan massaal. Abonneer ook zeker op mijn YouTube kanaal als jullie dat nog niet hebben gedaan. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Adios.